Zo jongens, welkom bij weer een super nieuwe vlog van Richard. Ja, ik kom net uit de stad. Ik zou vandaag mijn gehoorapparaat krijgen. Ja, wat zeg je? Wat zeg je? Gehoorapparaat, ja zeker. Ik zou vandaag een gehoorapparaat krijgen aan de linkerkant. Maar ik heb een beetje last van een ontstoken oor. Word je er natuurlijk niet vrolijk van. Dus die kerel die kijkt in mijn oor en zegt, nou, dat gaan we even niet doen. Kom over een week maar terug. Dus over een week gaan we weer eventjes terug. En dan hoop ik dat het allemaal beter is. En dan gaan we nu maar lekker naar huis toe. Een bakje koffie drinken. Zo, even lekker bakje koffie. Altijd lekker. Het is flink koud aan het worden buiten. Ik heb nu een kaart. Die heb ik niet gekregen. Maar die heb ik even gehaald. En deze kaart. Die ga ik, heb ik even wat liefst ingeschreven. En er staat liefdeschap. En ik hoop dat alles goed zal gaan. Hier alvast een klein kerstcadeautje van mij. Van je alles zie. Dikke kus, kruisje. En ja. Ze moet. Omgaan. En nou, ik hoef hem niet dicht te plakken. Zo. Ik heb hem zo hierin. Hoppakee. En dan zet ik zo even. Zet ik nog eventjes iets erop. Voor. Liefste schatje. Voor mijn liefste schatje. Kijk, dat is dat toch ook wel heel leuk, hè? Als je dat onder je kussen vindt. Maar wat komt er nou nog meer bij? Ik heb ook een klein kerstcadeautje voor haar gekocht. En hier verderop zit een hele leuke lieve buurvrouw. En die doet wimpers maken en die knipt haren en die verft haren. Die doet van alles. En daar heb ik een cadeaukaart gekocht. En die cadeaukaart, die komt hier dan bij. Maar ik was net even bij haar aan de deur. Bij die buurvrouw. Maar ze was niet thuis. Dus ik ga er zo even een WhatsAppje sturen. Even vragen wanneer ze nou thuis is. Dan kan ik die kaart halen. En dan kan ik die erbij doen. En dan leg ik die kaart onder de kussen. En dan vanavond, als ik er niet ben. Want ik moet straks werken. Als ik... aan het werk ben en zij gaat vanavond laat naar bed en dan gaat ze zo lekker liggen zo en dan voelt ze zo met de handen onder de kussen en dan vindt ze het kaartje. Altijd leuk. Ja, en dan krijg ik natuurlijk ook weer een WhatsAppie. Dat is natuurlijk altijd geinig. En zo hou je de moed er een beetje in, hè. Zo, ik heb hem gehaald. Ik heb hem hier zo in mijn handen. De envelop. En ik ga hem eventjes bij die andere envelop erbij doen en dan ga ik hem even onder de kussen neerleggen. Leuk! Ja jongens, we zijn dus weer een dag verder inmiddels. En vanochtend werd ik wakker en toen had ze natuurlijk een briefje gevonden. Nou, dat vond ze wel leuk. Ja, dat kan ik wel even zeggen. Dat was natuurlijk een leuke verrassing van wat ik gisteren gedaan had. Maar vandaag om 1 uur moet ik naar de tandarts. Dus ik heb net mijn tanden even lekker zat poetsen. En ja, dan ben ik altijd een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat is niet mijn favoriete hobby, zeg maar, de tandarts. Jullie wel? Ik niet. En er is ook nog een nieuwe tandarts, dus ja, dan is het 3 keer zo eng. Maar goed, we gaan met volle frisse tegenzin gaan we even de tandarts bezoeken. Nou, jullie weten, ik heb net de tanden gepoetst en dan staat ik hier zo bij een dame en die staat hier gewoon worst uit te delen. En kijk eens, kaasplankje, dat heb ik weer. Dan maak je natuurlijk nooit mee bij Albert Heijn. Nou, ik moet toon slaan deze keer, helaas jongens. Helaas pindakaas. Ja, en dan sta je dus bij de Lidl, de kokenmolen.
sta je te wachten op mevrouw die nog even snel een boodschapje moet doen. Ken je dat? Terwijl je eigenlijk om 1 uur bij de tandarts moet zijn. En dan loopt ze om 1:05 loopt ze nog eventjes snel naar Lidl in. Ik zit altijd even te kijken met mijn ogen waar die camera nou precies zit. Oh ja, hier zo. Hier moet ik geloof ik naar kijken. Of aan deze kant. Nee, deze kant. Alright. Nee, maar goed. Dat dus. Als ze naar buiten komt, dan vliegen we gelijk naar de tandarts toe. Zo, inmiddels aangekomen bij de tandarts. Het is 1:05. En het is voor mij 11:55. Dus gaan we naar binnen. Ik ben benieuwd. Oeh, spannend. Zo, ik ben eindelijk buiten. Zo, lekker opgelucht. Geen gaatjes. Hey, dat is altijd leuk. En wel 2 afspraken voor een volgende controle in juni. En de mondhygiëniste. Nou ja, dat is ook geen straf. Wordt allemaal weer netjes schoongemaakt. Maar het is binnen bloed en bloed heet. Niet normaal. Het is gewoon die tandartsassistenten, die had het koud. Man, ik ga er helemaal dood binnen. I can put you in a log cabin, somewhere in Aspen. Girl, ain't nothing to the pain, ain't a trickin' if you got it. What you asking for? Put you in a mansion, somewhere in Wisconsin. Like I said, ain't nothing to the pain, we can change our last name. What's that? Naughty. Nou ja, je ziet het. Ik ben er nog niet overheen geweest. Dat gaan jullie weer in een andere vlog zien. Maar dit is in ieder geval een klein stukje van de kerstmarkt in Leiden. En ja, ik was natuurlijk even bij de tandarts geweest. En ik dacht van ja, ik ga eventjes een stukje fietsen. En ik denk nou, ik fiets eventjes over de kerstmarkt heen. Nou, jullie zijn allemaal hartelijk welkom. Dus als je toevallig in de buurt bent van Leiden, kom zeker even naar het centrum toe. Dat is echt een superleuke kerstmarkt. Zo, en omdat we toch een stukje aan het fietsen zijn. Ik was eventjes op weg naar mijn oma. En die woont hier vlakbij. Ik denk, ik maak er gelijk een vlog van. En kijk wie we daar hebben. Hey! Goeiedag. Alles goed? Goeiedag, jongen. Ja. Hoe is het? Kom je net aan? Ja, ik parkeer met oma zit daar voor het raam. Ja. Daar was ik, hoopte ik al een beetje op dat ze voor het raam zou zitten. Ja, even kijken. Ja, ik zie ze zitten. Huis op de Waard. Ja. En dan zit ze hier daarboven. Ik zie ze hier zitten, maar ze ziet het niet. Hier zie ik een grijs koppie.
Ja, 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 ik zie ze. Ze zwaait, kijk eens. Ja, ze zwaait. Nou, gouden fiets parkeren. Fiets, ja. Ja. Ja, dat knippen we eruit. Dan kom ik zo uit de stad. Natuurlijk een beetje honger gekregen. En wat doe je dan? Dan zet je tafeltje weer. En de airfryer. Hoppakee. Power erin. 5 minuutjes. En power. Hoppakee. Ja, de kerstverlichting thuis hangt natuurlijk ook al. Die staat weer mooi op onze schuur gericht. Merry Christmas. Wauw, mooi hè, mooi hè. Ja, 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 ja. Kijk, hier staat hij ook. Wat een mooi ding hè. Geinig hè, zo'n lamp. Merry Christmas. Zo jongens, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze vlog. Alle patat gaat erin. Kijk, patat eventjes. 15 minuutjes op 200 graden meestal. Denk ik. Zal toch wel. Ja. Zo. 200 graden. 15 minuutjes. En go. Ja jongens, de patat zit erin. Deze is echt super lekker. Super crunchy. Van Avico. Is lekker joh. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Blijf gewoon kijken. Zet het belletje aan. Hè? Dan mis je nooit geen ene video. Duimpje even omhoog, want daar ben ik ook dol op. Hoe meer duimpjes, hoe beter. En zeg het voort. Want we gaan door tot aan de 100 abonnees. En het liefst nog verder naar boven. Maar ja, we zijn er nu pas 75 geloof ik. 75 abonnees op dit moment. En we gaan door tot de 100. Dus jongens, go, go, go. Zet hem op.